Ja, houden 1 en 2 in de gaten, want ze staan naast elkaar op netjes 2 en op 3. En dan gaat het heel erg dicht tegen elkaar aan in de bocht. Wat ze heeft voor de eerste positie is voor Anita Pakkenes. Ja hoor, en ook de tweede bocht gaat ze als eerste in. En inderdaad, als er geen valpartaal plaatsgevangen is, dan zal dit ook de vierde bocht gaan. En we hebben natuurlijk al 1, 2, 3 gereden de hele bocht. Deze vierde bocht, er zijn banen gestomen tussen plaatsen 4, 5 en 6. Dus daar gaan we nog een klein beetje spannender als dat bij de eerste 3 zal zijn. En niet te pakken is, dus alles weer vandaag. Ook nu rijdt hij weer vooraan. Op de tweede plaats zijn nog steeds een Jochem van der Velde van de Heide Club. Ook zij gaat gewoon... richting Venus en ook alles gewoon op 2 eindigen en op de derde plaats 29. En ja hoor, zij gaat naar de finale, zij gaat de grootste beker pakken. Anita Bakkenes.